materialen om te gaan schilderen. We hebben de muurverf, powerdeck al gekocht, niet de allerbeste. En ik zal de beste soorten bij elkaar zetten. De voorstrijken voor, de vloerverf. Nog een paar elektra dingen, maar dat is even niet zo relevant. Afdekfolies, rollertjes. En wat verschillende materialen, wat tape. Bakjes. Nou, goed. Wat komt er nou precies kijken bij goed schilderwerk? Ik laat zien in het bericht, zodat je het zelf ook kunt genoemen, zodat je niets vergeet. Hè? Want extra naar die bouwmarkt rijden, dat kost gewoon veel tijd. Je bent zomaar een 30 minuten of 40 minuten bezig. Met op en neer rijden bij een briefje maken. Je kunt beter in één keer alles goed doen. Maar wat komt er voor de rest kijken bij goed schilderwerk voor goede muren? Inmiddels heb ik daar heel wat ervaring mee. Dus het leek me handig om dat allemaal bij elkaar te zetten. Voor je dus, zodat je niets vergeet. En ook, wat is nou de beste kwaliteit verf? Want door gewoon voor goede verf te kiezen, niet deze overigens. Ik zal ook daar laten zien waarom je wel en niet de ene verf moet kiezen. Door te kiezen voor de beste verf heb je gewoon minder werk, minder kosten en een beter resultaat. Dus mocht je dat willen weten en je ziet het in YouTube bijvoorbeeld, klik onder op de link, dan zal ik alles bij elkaar zetten voor je.